En goedemorgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Zeg maar hi. Papa. Ja. Vannacht is Liam nog een hele tijd wakker geweest. En Jordi ook. Dus die blijft thuis vandaag. Liam die heeft nog steeds koorts. Die ligt nu nog te slapen, maar toen ik net voelde... Ja, je kent toch wel een Nico bakken. Dus ja. Jordi die heeft de hele tijd buikpijn. Dus, en hij kan gewoon de temperatuur niet op orde houden. Hij vliegt eigenlijk van hoog naar laag. Dus waar het precies aan ligt, ligt het aan. Misschien ligt het omdat hij iets onder de leden heeft. Ik weet het niet. Staan mensen met Down wel bekend om. Dat ze hun temperatuur niet altijd onder controle hebben. En dat die heen en weer kan vliegen. Dus dat komt vaker voor. Ook bij Jordi komt dat vaker voor. Dus ja... Als ik hem nou naar school doe, dan weet ik dat ik waarschijnlijk geweld ga worden. Want hij heeft gisteren vaker een hogere temperatuur gehad dan een lagere. Dus ja. Maar het was wel zo dat ik hem meette en dat hij 38,5 was. En dat ik hem een half uur later meette en dat hij weer 37 was. Dus, ja. Het is een beetje een dingetje. Maar goed, dat is zoals het is. Ze blijven thuis. En ja. Dus ik hoef vandaag ook helemaal nergens heen. Ook wat eten betreft. Ik weet dat ze rustige rondjes en frietjes lekker vinden. Dus ze krijgen een vleesje met boontjes. En rustige rondjes met frietjes. Dus... simpel dat. En dan heb ik gewoon een huis, dus prima. Nou, er is iemand wakker hoor. Ik kan nog steeds een eikel bakken. Ik denk dat dit vandaag een dagje wordt van bank hangen. Hi. Dus Jordi is inmiddels aan het spelen. Want er is Bing op de televisie en daar vindt hij niks aan. Maar Sam is blij dat er Bing op is. Dus prima. En Liam vindt het ook wel leuk om te zien. Ja, hè. Hij is gewoon totaal niet lekker. Nou ja, kan. Oh ja, als Liam ziek is, dan wijkt Joefie nooit wel zijn zijde af. Die blijft altijd bij Liam in de buurt als hij ziek is. Oh, tijd. Jordi's temperatuur liep net op tot 38,2. Hij wilde zelf heel graag voor de waaier zitten, dus dat zit hij ook. Liam's temperatuur is voor nu ook. Oké, 37,4. Niet super, maar ook niet slecht. Hij is nu wel verhoogd qua temperatuur. Dus we gaan het afwachten. Dus ja. We gaan het afwachten hoe dat het allemaal loopt. Liam, nee! Nee! Laten liggen! Geef terug aan Joef. Teruggeven. Goed zo. Dus ja, Jordi heeft ook wel fruit gegeten, dus dat is goed. En Sam die is mama hangt. En hij is zo vervelend bij mama hangen. Is niet echt dat hij mama hangt, maar wel continu op en af. Liam, laat Joef eens met rust. Ik kan wel merken dat Liam zich iets beter voelt nu. Want hij gaat weer Joef pesten. Joefie! Ah!
Ga liggen. Nee, niet op me. Niet op me. Ga liggen. Hier. Je boemba. En je nijnie. Alsjeblieft. Dus dat. Het wordt zo'n dag. De temperatuur van Jordi is nu gezakt naar 37,1. Dus, en dat is alleen maar door voor de koeler te zitten. Dus dat betekent gewoon dat hij zijn temperatuur gewoon niet op peil kan houden. En dat hij zich daarom gewoon ook beroerd voelt. Hij is ook wel wat verkouden. Ik merk aan mezelf dat ik ook wat aan het snotteren ga. Maar ja, daar heb ik dus van de kids. Maar dat is helemaal niet erg. Maar het gaat mij erom dat hij zijn temperatuur goed blijft. Als zijn temperatuur goed blijft, dan kan ik zijn darmen rustig houden, et cetera. En dat is gewoon belangrijk. Als je kids hun eigen niet lekker voelen, dan doe ik altijd eten maken waarvan ik weet, oh, dat lusten ze wel, dat eten ze wel. Zoals nu ook. Tosti. Hij vindt hem nog iets te warm. Hij heeft liever koude tosti. Dus ik had hem al af laten koelen, maar hij heeft liever warme tosti. En die van Jordi ben ik aan het maken. Maar hij moet dadelijk gaan slapen, want hij zat net al zo. Dus ik ben die van Jordi aan het maken. En dan kan hij daar ook eten. En dan ga ik zelf ook even eten. Het is heel gezellig hier. Jordi die kijkt kerstfilmpjes. Op dit moment zou ik willen dat het winter was. Maar hé, we leven in Nederland. We mogen niet klagen. Ik heb 2 kinderen aan het slapen. Tada. En tada. Lekker rustig. Jordi die is lekker filmpje aan het kijken. De reden dat wij Jordi gewoon heel vaak een filmpje laten kijken, heeft echt te maken met zijn buikpijn. Hij heeft eigenlijk in principe tot 11 uur zoiets, heeft hij geen tablet gehad. Heeft hij gewoon lekker gespeeld, maar toen kwam de buikpijn. En dan moet hij afgeleid worden, want anders is het een en al gejank en geschreeuw en houdt hij het gewoon niet uit. Dus dat. Wel heb ik hem echt aan poepen gehad. Ik heb zijn buik gemasseerd. Nou, je hoort het. Dus ja, dat. Ik ben ook aan het uploaden ondertussen. Ik heb niet super veel gedaan. Moet ik even de keuken opruimen. Zodat het heel lang klaar is voor het avondeten. En ja, meer als dat kan ik niet doen. Een beetje uitzingen. Ik heb wel de deur dicht gedaan. Ik heb hier een koeler. Ik heb hier een waaier. En het is buiten, heb ik net gezien, 33 graden. Maar ik heb het hier toch nog iets koeler binnen. Dus ik ben goed bezig. Jordi's en temperatuur heb ik momenteel heel erg op orde. Dus dat is goed. Liam die had straks geen koorts meer, maar ik hou hem wel even in de gaten. En Sam die voelde straks wat warm aan, maar had gelukkig geen koorts. Dus dat is goed. Ik ga je eventjes opruimen en zorgen dat ik het eten dadelijk kan gaan maken voor de kinderen. Er is er een makker, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is Sammy. Dat vinden wij alles zo prettig, ja, ja. Hij heeft nu lichte woging. Dan praat ik over 37,8. Dus ik moet het even in de gaten houden. Laat je gewoon zien wat je in je handen hebt. Hij houdt altijd zo van kleine poppetjes vasthouden en dat soort dingen. Maakt hem eigenlijk nog niet eens. Ja, maakt hem wel uit. Hij heeft liefst Bing, Sula of Flop. Maar als hij die niet kan vinden, dan maakt het hem eigenlijk niet zoveel uit of het zo'n hondje is of wat het dan ook is, dan maakt hem eigenlijk dan ook niks uit. Maar zijn knuffel en een poppetje vasthouden, dat vind jij heel belangrijk, hè? Knap het? Ja. Jordi heb ik in de tussentijd een buikmassage gegeven. En we zijn inmiddels al ruim een uur verder, hoor. Hij heeft 3 volle luiers gewoon leeg gemaakt. Dus ik denk dat mama's wel goed bezig is.
En hij zit al ook op de 1,5 liter vocht. En dat is alleen maar goed. Want hij krijgt medicatie daarvoor. Hij krijgt Macrocol en dat soort dingen. En dan moeten we zorgen dat hij poept. Maar dan moet hij ook heel veel vocht bij hebben. Het liefst zoveel mogelijk. En ik ben ermee bezig dat hij dus extra krijgt. Dus hij zit nu al zeg maar over het gedeelte heen wat hij eigenlijk normaal in de nazomer, herfst, winter, voorjaar krijgt. Maar hij moet nu opschroeven. Dus in de hoop dat hij dan niet zoveel buikpijn heeft. Dus ja. En jij? Hoe voel jij je eigen nou? Voel je iets beter? Liam slaapt, hè? Ja, die slaapt. Liam wilde het straks ook donker hebben. Dus die had alles naar beneden getrokken en gedaan. Zodat het hier donker was. Ik zei, ja jongen, als jij het donker wil hebben, doe het donker maken. Wat doe ik nu? Inmiddels is Liam ook ontwaakt. Dit is zijn hele happening wat hij op de bank elke dag weer opnieuw uitstalt. Moet hij gewoon nog lekker doen. Als hij dat wil, moet hij dat doen. Wil je nog drinken? Hij had net nog steeds koorts. Hij zat op de... Ja, voor hem is dat gewoon echt gewoon koorts. 37,9 zat hij. Dus ik heb hem een zetpil gegeven, want hij zal vanavond ook iets later naar bed gaan. Want ja, hij sliep laat vanmiddag. Dus het is zoals het is. Ik heb met de ramen open gereden. Ik heb deze grote vent opgehaald. Daar heb ik 2 kids die liggen te slapen. Ik ga nu heel even wat eten. Ik heb er nog niet geen tijd voor gehad, want ik had continu schreeuwende kinderen. Ga ik nu doen. Want nu is het rustig. En Jordi gedraagt zich naar je tenminste. Volgens mij zijn de 2 kindjes wakker. Ja. Yeah. Oeh. En wat zit Jordi daar toch leuk. Jordi zit daar. Ik denk maar ik zit filmpje te kijken. Heb je lekker geslapen? Mijn kleine ADHD kind. Hij heeft geen koorts. En ik ben eten aan het maken. Eten. Worteltjes met hamburger en avocado's. En dan wel worteltjes uit de stomer. Dus lekker vers. Niet in je mond, uit je mond. Je hebt speciaal puzzelstukken voor je mond, hè? Ja, die heb je daar liggen. Ja. Oeh. Dat is een beetje zeurderig. Hij moet toch zijn feminine schuit trekken. Je vrouwelijke kant. Nou ja. Was dat alles? Ga lekker glijden. Ja, ga maar glijden. Ga maar zien. Doe maar laten zien. Ja, zit je lekker? Jee. Ja? Oké. Goedemiddag. Het is middag. Ik ben net bezig geweest met de kinderen. Ik heb Jordi naar school gebracht. Ik heb continu met Liam en Sam ben ik bezig geweest. Ik heb Sam even op bed gelegd. Liam ligt hier op de bank. En ik ga zo even eten. Ik ga voor mezelf even een broodje gezond maken. Daar heb ik zin in. En om 2 uur moeten we Jordi weer ophalen. En om 3:30 moeten we weer met Jordi naar de fysio. Dus dat gaat nog wel worden. Ik heb ook al aangegeven bij de fysio van 3:30 is eigenlijk gewoon te stressvol.
kan het niet wat later. Dus vanaf volgende week is het om 4 uur. Zodat ik even iets meer tijd heb. Omdat als er hier een kind in slaap valt, dan red ik het gewoon net niet. En dan kan ik even beter dat kind even een half uur nog laten slapen. Als dat ik het kind wakker maak en alles over de zeik heb. Dat. Dus ja, dat is de gedachte erachter. En voor de rest, ja. We doen in ieder geval nuttigs. Een beetje zitten op ons grond. En een beetje opruimen. Een beetje dit, een beetje dat. Ik hoop wel dat ik... Niels is op dit moment natuurlijk werken. Ik hoop dat Niels straks op tijd thuis komt. Dat hij heel eventjes de kinderen kan doen. En dat ik even boven het een en ander kan doen. Want ik loop achter met mijn was. Dat dus. Dus ja, we gaan het zien hoe het loopt. Wij eten burrito's. Ik heb het al zover klaargemaakt. En wat ik dus vaak doe, is dit. Ik heb hier een muffin tray. En dan heb ik een halve, hoe heet zo'n ding, tortilla vel. Die draai ik zo rond en die plaats ik zo daarin. Ik dacht, ik neem jullie gewoon even mee hierin. Het is heel simpel. Men pakt een tortilla vel, knipt hem door de midden, knipt van die midden een knipje erin, dan draai je hem rond, dan heb je zo'n ding en dan plaats je hem erin. Eigenlijk is het dat. Heel simpel. Dit eten de kinderen beter als dat ik het oprol. Dus vandaar. En dan laat ik jullie zo zien hoe het eruit ziet. En dan ziet het er zo uit. En hier ga je dan dit mengsel in doen. En ja, het lijkt alsof er vocht in zit. Maar dit is eigenlijk gewoon vet van het vlees zelf. Dus wat ik dan doe... Wat vet is niet erg, hè, bij burrito's. Dat is echt geen enkel probleem. Maar dit is wat ik doe. Dan pak ik dit gewoon. Zeg maar een lepel met gaatjes. Dat ik even een beetje uitlekken. En dan... Hoppakee. Dat ongeveer zoveel. Nou, en dat doe je bij deze allemaal. En dan ziet het er zo uit. En wat ik dan doe is... Ik heb kaas. Ik doe een lekker kaas eroverheen. En als je nou afvraagt, hoe heb je dit burrito mengsel gemaakt? Nou, dit is heel simpel. Ik had iets van 600-700 gram gehakt, runder gehakt. Dat kun je volgens mij met kip gehakt doen of met... Je kan dit ook gewoon met kipstukjes doen, hoor. Het is wat je zelf wil. Dan heb ik er courgette. Eerst heb ik er champignons bij gedaan, courgette. En hoeveel? Zelf verzinnen. We hebben natuurlijk Jordi en Jordi kan niet. Hij heeft sowieso de laatste tijd alweer buikpijn, dus ik probeer een beetje weer op te letten. Paprika uit pot, daar zit geen velletje aan en zelf paprika ontvellen heb ik gewoon echt geen tijd voor. Ik ben zo lang mee bezig, moet je veel geduld voor hebben. Je hebt niet, dus dat heb ik er doorheen gedaan. Toen heb ik er een potje van dit, of in ieder geval gewoon hoe je dit moet klaarmaken, dat er eentje bij gedaan. Maar wat ik er ook altijd nog bij doe, is een potje salsa dip. Salsa, wild. Maar in ieder geval dat. Dat doe ik er dus ook nog altijd in. En dan is het een kwestie van even laten butteren. En you make this.
Dus dat. Het gaat nou de oven in. Ja, ongeveer. Ik wil altijd wel dat de kaas gewoon echt lekker gesmolten is en alles. Dus ongeveer 20 minuten op 200 graden, zoiets. Dat. En toen ging het deurtje dicht. Dus dat. En wat ik er dan nog bij heb is tomaat, cherry tomaatjes en komkommer. En wat ik ook nog altijd bij doe is een zure room met een beetje water, aromat, peper en peterselie. En dat is onze maaltijd. Dus ik zal, als ik eraan denk, proberen om te laten zien wat het eindresultaat is. Ik moet even een kleine correctie geven. Ze hebben er nu 16 minuten in gezeten. En ze zijn klaar. Dit gaat nu heel eventjes een beetje afkoelen. En Niels is zo thuis en dan kunnen we lekker eten. Goedemorgen. Liam en Jordi zijn naar school. Sammy zit hier. Hij heeft net een broodje op. Hij wilde geen fruit, dus krijgt hij een broodje. Ik ga zo met Liam, of namen. Ik ga zo met Sam naar boven toe. Ga ik was doen. En boven wat opruimen, want hè, moet ook gebeuren. Dus dat. En verder, ik heb al boodschappen gedaan. Ik heb alles al in kannen en kruiken verder. Ik moet straks alleen even Liam ophalen. En dan om 2 uur Jordi weer. Zo, we hebben deze grote vent opgehaald. Ik heb alle was opgevouwen die ik had. Ik heb weer nieuwe was natuurlijk aanstaan. Ik heb alle bedden afgehaald, opgemaakt, et cetera. En nou moet ik even wachten tot 2 uur. En dan kan ik Jordi op gaan halen. Dus dat. Ik even een broodje voor mezelf maken. Ik had, ik had voor mezelf zalm meegebracht. Maak voor mezelf even zalmsalade. En ik heb daar heel veel zin in. Dus dan ga ik even eten. Oké, ik laat jullie even mijn snelle, maar dan ook echt snelle zalmsalade zien. Ik heb ook nog wel andere recepten daarvoor, maar dit is gewoon eventjes de simpelste van de simpelste. Let op. Je hebt hem al losgemaakt. Je laat een heel klein beetje vocht. Doe je erin. De rest giet je weg. Dan moet je hem natuurlijk schoonmaken, want er zit altijd zo'n graad in en weet ik het allemaal. In principe kun je die graden gewoon eten, want er zit een goedje in waardoor dat dit gewoon verpulvert. Kijk, hop. Dus je kan er niks van krijgen of wat dan ook, dus dat is een voordeel. Maar kijk er wel altijd mee uit, want hè, het is nooit prettig om iets in je keel vast te hebben. Maar in principe, het is zeg maar, met zuur is dat zeg maar zo gemaakt dat het zo verpulverd wordt en dat het niet in je keel kan blijven hangen. Nou, dan heb je hem schoongemaakt. Dan ga je hem even prakken. Wat er dan in gaat, ik heb hier 2 augurkjes gesneden. Een beetje paprika poeder. Gewoon naar smaak. De een wil zoveel en de ander wil zoveel. Een beetje peterselie. Ook dit is weer naar smaak. En dan mijn geheime ingrediënt, Calvé whisky cocktailsaus. Waarom de Calvé whisky cocktailsaus? Die vind ik gewoon de lekkerste. Je kan ook elke ander pakken hoor, maar bij mij komt er alleen maar deze in. Dat ook weer volledig naar smaak. Dan ga ik even mengen.
De een vindt zalmsalade iets droger lekker, de ander wil hem weer iets natter hebben. En ik vind hem eigenlijk op deze manier, de natheid vind ik eigenlijk helemaal goed. Even proeven natuurlijk. Ja, perfect. Dit kun je dan in de koelkast zetten. Je kan het gelijk op je brood eten. Wat je zelf het lekkerste vindt. Ik ga dit heel even in de koelkast zetten. En ik eet over een minuut of 10, 15 mijn broodje. En ja, dit is dan gewoon net als elke andere salade. Maar dit is mijn hele snelle zalmsalade. Als ik heel snel wil zijn. En dan ga je het lekker eten. Het ziet er zo uit. Je kan er nog een komkommertje op doen of wat sla of wat je wil. Maar ik heb gisteren bypass gehad. Dus voor mij is dat allemaal opvulling. Dus ik ga lekker gewoon genieten van dit. Als ik het al op krijg, hè. Want dat weet ik niet. Ik ga vandaag nergens mee heen. Ben ik niet van plan. En als ik het wel van plan ben, dan zien we het vanzelf wel. Dus ik heb me even omgekleed in mijn soepjurk. Zonder Bertje Hendricks. Voor de mensen die niet weten wat dat is een BH, Bertje Hendricks. Er zitten de gaten zitten erin. Ik had gaten gezien hierin. Dus het maakt niet uit hoe en wat. Maar, mijn god, ik was even goed bezweet. En ik dacht bij mij, zoek het maar uit. Dus ik laat ze lekker vrij hangen vandaag. Dus nu dan in ieder geval voor vanavond. Dus ja, dat. De kinderen eten vandaag pannenkoeken. Ik ga daar niet moeilijk mee doen. Niels en ik eten wraps met kipschnitzel. En we doen het niet te moeilijk vandaag. Ik zie er wel lekker wild uit zo. Maar iets wat ik heel vaak doe om de kinderen wakker te krijgen. Bij Liam kan ik het nu nog niet doen, want die is nog echt te kort in slaap. Maar ik doe meestal een flesje oranje bij ze neerleggen en in hun mond. En dan worden ze vanzelf vaak wakker. Bij Liam en bij Sam werkt dat. Dus dan worden ze langzamerhand worden ze wakker. En dat is eigenlijk een hele fijne manier voor ze om wakker te worden. Dus dat. Jordi is ook al wakker. Die is alweer helemaal gelukkig. Dus Liam werd een beetje wakker. En ik heb hem gelijk drinken gegeven. En dan is hij vaak zonder gezeik wakker te krijgen. Dus dat is alleen maar goed. Zoals jullie zagen, we waren nog even een ijsje gaan eten. Daarna hebben de kindjes nog even gespeeld. En toen zijn ze op een gegeven moment naar bed gegaan. Jordi is nog steeds wakker. Maar hij heeft ook echt gewoon een buikpijnaanval gehad. Dus daar moesten Niels en ik ook heel eventjes naar handelen. Dat. We hebben een beetje opgeruimd. Klaargezet voor morgen van alles. Dus ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Dat betekent ook dat ik deze vlog ga afsluiten. Want ik ga lekker mijn bedje opzoeken. En lekker naar bed. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende.